Deze beschouwing die gaat over klimaattafels. Ik, ik wist niet eens dat het bestond. Maar daar ben ik vandaag van op de hoogte gebracht door Thierry Baudet. Baudet. Die had het erover in een aantal Kamervragen. Want hij wilde weten wat er zoal gezegd was bij de klimaattafels. En een klimaattafel, dat is dan een tafel waarbij mensen eromheen zitten. En die uh, zitten te werken aan die tafel aan een klimaatakkoord. Wat erop neer gaat komen dat wij heel veel moeten gaan betalen. En bij die klimaattafels wordt dan overlegd en bepaald. Uh, hoeveel er betaald moet gaan worden. Uh, wie het moet gaan betalen. En wie natuurlijk de poen krijgt. Dus, uh, ik, ik heb geen enkel probleem met het klimaat. Dus voor mij hoeft er niks te veranderen. Ik vind het prima zoals het is. Ja, je kijkt naar. Ja, sinds de kleine ijstijd. Dus de jaren 1700, 1600. Is het hier warmer? En dat vind ik helemaal niet erg. Ik ben geen koukleum maar ik vind het wel prima zo hoor. Lekker de ramen open, de deuren open. Ik heb de kachel al jarenlang niet meer aan. Wim Kruidentuin die was hier nou, ook alweer een jaartje terug, zo'n beetje. Kan die een hapje mee eten. Toen zei hij: Wat is het koud hier? Zo, ik heb er niet erg last van. Nou, zei hij: Er moet wel een kachel aan, want anders ga ik naar huis, hoor. Zo dus heb ik een elektrisch kacheltje wat bij mijn dochter op de kamer, of de ex-kamer van mijn dochter. Die woont nou in Nijmegen. En heb ik dat kacheltje eraf gehaald. En dan maar aangezet voor Wim Goudertuin. Ja. Ja, ik, voor mijn eigen niet hoor. Maar in Den Haag vinden ze dat iedereen heel erg last heeft van het klimaat. En oh, er moet wat gebeuren. Ik ken helemaal geen mensen die last hebben van het klimaat. Dus er hoef van mij helemaal geen klimaattafel te komen. En, daar, daar heb ik helemaal geen zin in. En Thierry Baudet die wil dan nou weten wat er gezegd is. Ja, ik zou liever uh, willen dat iedereen die wil uh, kletsen betsen over het klimaat. die doet dat maar lekker in zijn eigen vrije tijd. Maar niet op kosten van mijn BTW. Ja, toch? Ik betaal me helemaal scheel. Of nou, de Nederlander, ik, ik werk niet zo per se hard of zo, dus uh, aan mij verdienen ze niet zoveel. Maar... maar van iedere gulden die een Nederlander verdient en dan weer uitgeeft, dan, hè, want van geld kan je niet leven. Dus je zet voor een gulden, produceer je dan, uh, nou, doe je waarde toevoegen, zullen we zeggen. Nou, en daar wil jij uh, producten voor terug. Dus, uh, een biefstuk en uh, hè, iets wat je in je mond kan stoppen of zo. Nou, ga er maar vanuit dat jij voor een gulden produceer jij aan waarde. En uh, dan krijg je voor 30% aan goederen aan terug. 30%? 70% dat blijft uh, along the way uh, aan strijkstokken hangen. Op een of andere manier. Gaat hard hoor. Misschien 60%. En ja. ja, dan gaat het allemaal uitgegeven worden aan idioterie. Zo laatst las ik in de krant dat uh, de werknemers... Ik krijg uh, een forse uh, inkomensverhoging. Ja, want de werkgevers die gaan, uh, die gaan dat betalen. Denk ik, ja, En dan komt het nog steeds uit de zakken van de werkenden. De overheid zou moeten meebetalen. Doe de btw omlaag, en dan gaan we allemaal een beetje lachen. En dan doe je wat voor het Nederlandse volk. Dat de werkgever uh, verplicht wordt gesteld. Bij de, de CAO-onderhandelingen of zo. De werkgevers die gaan dat betalen. Ja, gaat toch weg, joh. Die hebben toch dat geld helemaal niet. De overheid heeft die poen. De overheid die loopt allemaal lekker duur te doen van onze centen. Zo is dat. En dan het klimaatgebeuren. gebeuren. Ja. Ik vind het uh, vanstaltig hopeloos. Ik vind het redeloos, redeloos en radeloos. <laughs> Ik vind het helemaal nergens op slaan. Wat, wat is er nou aan de hand? De zeespiegel stijgt niet. Die stijgt met 0,2 centimeter per jaar en dat gaat echt heel gestaag. Er zit helemaal geen versnelling in, helemaal niks. En de ijskap op de Kilimanjaro, die berg in Afrika, die is aan het begin van de 20e eeuw in een korte tijd, is daar een heel groot stuk van verdwenen, maar vanaf dat moment gaat er ieder jaar een klein stukje vanaf. Ja, nou in. Ja, maar als al het ijs op de Zuidpool smelt, dan stijgt het hier in Nederland met 7 meter. Ja. En als de hemel omlaag valt, hebben we allemaal een blauwe hoed. En het smelt helemaal niet op Antarctica. Gaat toch weg? Het is daar net zo tyfuskoud koud als vroeger hoor. Sorry dat ik zo'n vies gewoord gebruikte. Maar ja, tyfus is trouwens gewoon maar een ziekte. Ja, zo. Het is verschrikkelijk koud, dat had ik moeten zeggen. Een min huppeltje, pup. Nee, dat ijs dat blijft daar wel even liggen. Daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken dat dat gaat smelten. Niet aan de orde. En mensen die daar wel heel ingewikkeld moeilijk over doen: ja, die hebben een gaatje in hun hoofd. Want er is niks aan de hand. En Thierry Baudet wilde dan weten wat er gezegd is. Ik denk, nou hou op met dat hele probleem. Wat ik wel een goed idee vind, is om te gaan werken aan het omzetten van zonne-energie in elektriciteit. Dus elektrische energie. Ja, dat, dat, dat vind ik nou een hartstikke leuk idee. Maar dat kan je toch positief brengen? En wat je daarvoor nodig hebt, dat is. Je moet gebied hebben, vierkante meters. In regio's met een hoge zonlichtintensiteit. Dus, dus niet in de Noordoostpolder. Maar dan moet je denken aan de Sahara. En de stukken van Marokko. En stukken van Turkije. Stukken van Syrië. Stukken van Libië. Nou, van die kale vlaktes. Ja, en die pomp je vol met zonnecollectoren, niet van die dure fotovoltaïsche cellen, maar gewoon een zonnecollector. En een zonnecollector is niets meer dan metaal, en dat heb je beroet. Er moet een laagje epoxyhars overheen, ter bescherming. En dan plant je dat ergens in een woestijn en dat wordt heet, jongen, een stuk metaal. Wow. Ja, nou, dat gaat richting de 200-300 graden Celsius. Zo heet wat dat. En met die hitte kan je leuke dingen doen, dat kan ik je wel vertellen. Dan kan je een stirlingmotor mee laten draaien. Nou goed, dan heb je bewegende onderdelen. Ja. Dan kan je zeewater mee koken. En dan heb je, maak je van zeewater zoutwater, Maak je zoetwater. water? Nou, dat is leuk. Daar kun je heel veel grappige dingen mee doen. Hoor. Stel in Libië. Libië ligt aan de zee. Nou, de zonneintensiteit bij Libië, dat is meer dan 600 watt per vierkante meter. Daar kan je heel wat litertjes water... Uh, Mee aan de kook brengen. Heur. En dat kokende water. Dat, dat geeft dus ook een druk. Dus dat zoete water. wat je creëert. dat kan je onder druk gaan uh, ja, spuiten. Nou, ik denk dat ze daar in Libië wel uh, raad mee weten. met zoet water. Dat zullen ze heus niet erg vinden. En dan maak je er een installatie van. die heeft geen bewegende onderdelen. Dus dat slijt niet. Ja, slijt altijd een beetje, maar. Het slijt heel weinig. Dus één keer bouwen, en dan moet het 10, 20 jaar uh, aan één stuk kunnen produceren. Zonder dat je daar omkijken naar hebt. Zo goed als geen omkijken naar hebt. Dan zullen die Libiërs wel leuk vinden, denk ik. Kijk, dan benaderen je het positief. Dat vind ik best dat de overheid daar uh, ja, voor ons gaat. ...onderhandelen met de Libische overheid... dan uh, kunnen wij uh, zoveel vierkante kilometer uh, kust van je krijgen? Want Libië is groot hoor... ...vergeleken met het aantal mensen wat er woont. En die kust van Libië, dat uh... Even de maps.google erbij, maar dat is veel man. En alleen maar rechtsbovenin wonen die mensen hè? Libia. Ja, die kust is ongeveer duizend kilometer... Duizend uh, kilometer lang. Nou, dan moet je kijken... Je, je, Waar je bijna dus geen bevolking hebt. Dus je hebt er rechtsbovenin, daar zit Benghazi. Ja, daar is het natuurlijk dicht bevolkt. Dat is ook toeristisch, daar moet je het niet doen. Maar dan ga je iets daar voorbij, Benghazi. Daar zie ik niet eens een weg lopen. Dat is niet eens een weg naar. Nee. Ja, euh, kijken we hoe lang Is dat hier dan? Hier heb je een stuk, dat is 5, kijk 1, 2, 3, 4, 5. Dat maar 25 kilometer. Ja. Alleen aan dit stukje kan je gaan rekenen hoor. Want je pakt hier dus bijna een kilowatt per vierkante meter. hè? Nou, en de zee is daar vlakbij. Zo. Nou, dan kan je zout water, dat laat je koken. En dat zoete water komt er onder druk uitgespoten. En dan is het een kwestie van transporteren. En water is denk ik, ja, dat, dat zal daar wat opleveren. En dit soort grapjes dat kan je overal in Afrika doen. En die zonneintensiteit die. Hoe uh, lager je gaat zitten, als je bij de Evenaar is die natuurlijk het sterkste. Maar zoiets als, we iets als ja, bij Egypte, daar kan je hetzelfde geintje doen. Hier zie ik ook zo'n stuk. Daar loopt een snelweg langs. Maar voor de rest zie ik geen wegen. Ja, of het is niet Google Maps, maar ja, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dus het is één grote leegte daar. Daar groeit helemaal niks. Dat is... Dit hele gebied, daar kan je zonnecollectoren neerzetten. Kijk, dat zou ik leuk vinden. En dan zou de Nederlandse overheid eraan kunnen helpen... door even te gaan praten met die Egyptenaren. In dit geval dan, hè. Van mij part doen wij de technologie daar introduceren. En nou, misschien wel eens wel een beetje mee investeren en ze kunnen aandelen krijgen in die business als het wat op gaat leveren dan mogen die Egyptenaren mee profiteren wat mij betreft, waarom niet kijk, dan, dan doe je iets positiefs en hier in Nederland ja, wij kunnen hier in Nederland niet van de zonne-energie rondkomen dat kan niet Daarvoor zijn we te dicht bevolkt in een land waar je veel te weinig zonne-energie hebt. Maar ga je kijken naar Egypte, ja, iedereen woont in de buurt van die, uh, van die rivier. De Rijn, mag ik bijna zeggen, maar in de buurt van de Nijl. Ja, daar woont iedereen. Ik zie hier zo'n stad en die heet Kena. En die ligt iets van 80 kilometer van de kust. Nou, die, die hele weg van Kena naar Savaga. Ja, daar zie ik toch niet echt de naam van een dorpje. Nee, dat is helemaal leeg. En het is daar niet groen. Ja, want op Google Maps kan je zien waar de planten groeien. Nee, is het een geel. Of wat is het? Oker of zo. Gele oker of zoiets. Ah, dat is niet echt wat. Hè? Maar een zonne-energie, man. Ho, 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 ho. En wat je ook kan doen, is dat je die zonne-energie direct omzet in. Daar maak je elektra van. Dat zou ik doen met, met Peltier-elementen. Dan maak je gebruik van het C-back-effect. Zo, toch? Nou, seebeck ja dus de thermo-elektriciteitstoestand. Dat heeft best een aardige opbrengst, toch? Wat, er, wat het gebruik van maakt, is dat je een temperatuurverschil. Dat moet je dan hebben. Maar aan de ene kant is dat makkelijk, want dan heb je de zon die schijnt. Dan heb je je zonnecollector, dat is niets meer dan een metalen plaat. mag elk soort metaal zijn. En die is beroet. Dat is erg belangrijk dat je de maximale hoeveelheid zonnestralen absorbeert. En aan de andere kant moet je dan een, een heatsink hebben. Maar ja, dat, dat kan een stuk rots zijn. In de grond. Zo. Ik moet er eens een aantal gaan bestellen, denk ik. Van die uh, Peltier-elementen. Die zijn helemaal niet zo duur. En ik had er eentje, maar die, die ben ik kwijt. Doodzonde. Ik heb het gevoel dat hij ergens in mijn woning ligt. Ik heb van alles lopen opruimen en herordenen en toen heb ik het een beetje weggeordend. <laughs> of ik heb hem weggegooid, dat kan ook nog, hè? Ja, ik deed er niks mee. Maar ja, het blijft toch een leuk idee, hoor. Om er iets mee te gaan doen. In Nederland kan je dat ook doen, hè? Alleen heb je hier in Nederland niet zoveel uh, zonne-energie. We hebben hier 100 watt per vierkante meter. Ja, dat is een factor 10 minder dan in uh, Egypte. Dacht je van Arabië, man? Je hebt hier een, een thermo-elektrische generator. Dus, uh. nou, die maak het dus ook, hè? Dus, uh, er wordt er al een hoop aan gepubliceerd. Dat dus, uh, oh, zijn dingen uit. Ja, vrij recent, 1988, 1991, 1993. Ja? Relatief uh, recent. Ja, bedoel zonne-energie, het is energie. Je moet het omzetten in iets wat je kan transporteren. Nou, als je het omzet in elektra, nou, met elektra kan je water scheiden in waterstof en zuurstof. Nou, die zuurstof laat je lekker vliegen. En die waterstof, ja. ja. Die moet je in tankjes zien te stoppen en, en dan kan je transporteren. Ja, ik zie dat wel zitten hoor. Daar kun je hele leuke dingen mee doen. Maar hier in Nederland gaan lopen brullen van we moeten minder CO2. Dan denk ik, ja volgens mij kan het op termijn helemaal niet. Ja als je dus, dat uh, zou ik dan, uh, dat kunnen wij Nederlanders best. Wij zouden zo'n grote zonne-energiecentrale kunnen bouwen in, in, in een aantal landen tegelijkertijd. Dan moet je maar beginnen bij het land waar het makkelijkste te bereiken is, waar je de beste contacten hebt en... Uh, en daar doe je dan een proefinstallatie. Ja, en dan, dan komt daar waterstof, op. ga je daar waterstof produceren? Kies je daarvoor? Dat is dan prima. En dan kan je hier auto's laten rijden op waterstof, ja waarom niet? Nou, waterstof, als je dat verbrandt, dan krijg je water. Nou, water is helemaal niet erg. Dat is geen CO2. Snap je, op die manier is het positief en leuk en, en hebben we er allemaal zin in en zo. Maar het enige waar ze nu over kunnen zeuren is dat er dan minder CO2 geproduceerd moet worden. Ja, maar tante Gerda die moet wel even voor de mantelzorg van Heer gewaard naar uh, sint justrafeen en dan moet ze toch twee keer per week even langs. Ja, en, en, ja, en dan die Renault Clio die ze rijdt. Nou, die produceert CO2. Daar gaat het niet moeilijk over doen. En dat gaan ze wel doen. Stommelingen. En ik ben blij hoor met Thierry Baudet dat hij er van er iets probeert, maar... Ja, het is marginaal natuurlijk wat die jongen doet. Hij zou een keer naar mijn uitzending moeten luisteren. En dan vooral naar die uitzending uh, van de grote zonne-energie-wedstrijd. Ik zal hem even bijpakken. Als je het even opschrijft, het is een nieuwsuitzending. En dan moet je als één woord, nieuws... En dan Zonne-Spatie 582. Dan kan je hem waarschijnlijk al in één keer vinden. Als je dat typt, nieuws 582, en dan mijn naam erachter, Perry, dat is Perry Sport. Een Perry Spatie Winkel. En het heet De Grote Zonne-Energie Wedstrijd. Want en tussen zonne en energie, daar stond een streepje. Maar Die heeft YouTube eruit gefilterd. Allerlei uh, karakters die. Oh, dat mocht niet. Ik kan hem wel weer terugzetten een keer, maar daar heb ik nu even geen zin in. Maar iedereen snapt waar het over gaat. Daar leg ik het principe helemaal uit. Zo. Nieuws 582. Dat is doordacht. Dat, is, uh, dat zit logisch in elkaar. Dat is, dat is rationeel en het levert nog wat op ook. Halleluja, prijs de Heer. Ja, toch? Nou dan. Ik zou het zelf graag willen doen hoor. Een mooie tekening maken van hoe zo'n installatie eruit moet zien. Maar nou, zo moeilijk is het niet. Misschien ga ik het straks wel even doen. Dat, uh Ik heb wat nieuws verzonnen dat ik ook uh, heel handig kan filmen. <laughs> en kijken of ik het dan duidelijk kan maken. Hoe je van uh, zout water zoet water kan maken. Handig hoor. Dat zullen ze in de buurt van de Sahara hartstikke leuk vinden. In een soort waterovervloed produceert. Nee, reuze bedankt voor het luisteren. Ik, vind het, uh, ik stel het erg op prijs. Toch even positief te doen hè, over uh, dingen als het klimaat en, en die afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ja, wat heb je aan afhankelijkheid? Dat is nooit leuk geweest. Te meer omdat wij hier in Nederland, ja, we, we hebben wel aardgas, maar... Ja, straks is Groningen helemaal omlaag gezakt. <laughs> en is al het aardgas op. Ja, laten we eerlijk zijn. Er, er komt een, aard, een einde aan die aardgasbel. En vroeger had je bij Slochteren had je nog van die jaaknikkers. en die pompen olie omhoog. Ja, die staan ook al jaren stil. Dus het is best tof om ja, niet langer afhankelijk te zijn van die fossiele brandstoffen. Maar dan moet je positief gaan werken aan wat nieuws. En niet alleen maar zeggen, de belastingen omhoog en, de, en dan gaan we minder vlees eten. Ik hou toch op. Ja, dat vind ik echt heel vervelend gedrag. Ja. Dat is niet leuk, daar word zagrijnig van eigenlijk. <laughs> maar jullie dus hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, Thierry Baudet, uh, bij deze als je luistert, uh, mijn grote vent. Ja, zet hem op. Hey. Ja, jij bent toch een van de weinigen samen met oom uh, Geert. Ja, die er nog een beetje tegengas geeft. Ja. Als een kleine David tegen die grote, idiote Goliath. Maar ja, hou in de gaten dat ze... David heeft toen gewonnen. En toen ik klein was, by the way, had je een tv-serie en die heette Thierry de Slingeraar. Nou, en David, zoals je weet, dat was uh, zo'n steentjeslingeraar, hè? En dat was Thierry. So, ja, in die zin, uh, David. <laughs> in overdrachtelijke zin, hè? Gij, David, neem het op tegen die goal die je had. En bied ruimte aan ja, ondernemende lui zoals mij, hè? Eh? ...om wat te beginnen in Libië. Uh, ik, ik doe wekelijks verslag uitbrengen. Ik maak een hele opzet van tevoren. Ik schrijf wel een projectplan hoor. Dat, dat zou ik nog leuk vinden ook. Oh, een paginaatje of niet te dik. Een paginaatje 40, 50 of zo. Huh? Op basis waarvan er een offerte aangevraagd kan worden... ...bij een paar ingenieursbureaus om... ...de eigenlijke opzet te gaan doen met alle details en uh, ja. Moet je een bedrijf als Haskoning, moet er even, inge even maar moet ingeschakeld worden. Zo. Of een ander ingenieursbureau. Om de detailberekeningen te doen. Nou, ja, kan leuk worden hoor. Dan geven wij de hele wereld het nakijken. Hie? Kijk, zo moet je er tegenaan kijken. Ik, uh, ik zit hier in dezelfde stad als uh, Emiel Raterband. De positieve een beetje zien, jongen. Ja, want laten we eerlijk zijn: iedereen gaat verbieden dat Tante Gerda naar, uh, van Heroe Gewaard naar Sint-Justradeel um, niet meer mag rijden voor de mantelzorg. Dat is niet positief, man. En je moet het aan de andere kant oplossen: aan de positieve kant. Dan gaan we lekker waterstof produceren met basis op basis van zonlicht. Dat gaan we lekker doen, met z'n allen. Ja? Mooi zo. En ik ga wel beginnen met een proefinstallatie. So watch me. Ik weet toch bij je. <laughs> ik weet toch niet wat ik doe. Hè? Nee, ik weet wel wat ik doe natuurlijk. Hè? Nee, ik produceer wel wat. Een leuk, handig klein dingetje. Ik knobbel wel wat uit. haak mijn eigen waterstofgenerator. Dat uh, het moet te doen zijn hoor. Hey, nou, super bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers. zaak ik tjus. En niet zo bang zijn voor het klimaat, lieverds.